Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianland Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 27 hier in Italië. We staan op dit moment 9 in het rijdersklassement. 2 punten meer dan Fernando Alonso. Dus ja, dat kan nogal close worden met het einde van het seizoen. Overigens nog 5 rondes te gaan en dan zit seizoen 1 er alweer op. No. Anyway, last week. Het gaat heel erg hard namelijk. Zo hoort het ook. En ja, ben jij gewoon nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele race video meer van mij mist. We gaan lekker met abonnees. We gaan gewoon door naar de 150 abonnees. Dat is gewoon het doel. Dat zou heel fijn zijn als we dat zouden kunnen halen. Daniel Ricciardo stopt ermee. Die wordt vervangen. Ik weet niet door wie. Maar zijn McLaren contract loopt dus af. Componenten zijn wat beschadigd geraakt. Die gaan wij sowieso deze race vervangen. Dus wij starten in ieder geval als laatste op de grid. We pakken een verse motor. En dan kunnen we die andere componenten die nog niet in gebruik zijn, die kunnen we dan de resterende races gebruiken zonder gridstraf. Dat had u hier echt niet verwacht. Maar eerst de Pirelli Hot Lap. We gaan een rivaal duel aan met een AI-rijder. Goed verhaal. We moeten 3 races zien te winnen om extra cash binnen te halen. En wij rijden natuurlijk in een Ferrari. Op Monza namelijk. Ik weet niet wie er achter ons rijdt, maar dit is gewoon denk ik kinderwerk. Als je eenmaal weet hoe die Ferrari in elkaar zit, hoe hij rijdt, hoe die remt. Hoeveel kracht kan je zetten. We moeten namelijk ook eerder remmen, want je zag al toen net, we schoten wat door. Dus het is allemaal even wennen. Dit is geen Formule 1 auto, zoals jullie al weten. Ik heb eigenlijk geen idee welke Ferrari dit is. Ik denk een 458. Ja, boeien. We gaan er wel iets te ver in het grind. Maar houden gewoon die voorsprong. En zo zit ronde 1 erop. En uiteindelijk natuurlijk alle 3 die mini races gewonnen. Dus 1k acclaim en 100k cash erbij. Goed zo, daar kunnen wij faciliteiten van kopen. Om de auto nog verder up te graden. Maar goed, we starten dus sowieso van achteraan in deze race door grid penalties. Het blijft droog in de kwalificatie en de race. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 27 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Italië. We gaan gewoon proberen om een rondetijd neer te zetten. Hopelijk dat die snel genoeg is. Ja, voor een rondetijd natuurlijk, want we starten dus achteraan. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit waar we staan. Het is gewoon dat we er zijn. En we zijn er in Italië. Dus ik hou het maar gewoon bij 1 run. Komen we aan bij de laatste bocht. Daar iets te wijd. En dan laten wij een 1.21.1 noteren. Een tweede tijd op 14.000ste van Alexander Albon. En dan hou ik het voor gezien. We stappen naar de snelste tijd in Q1. Hamilton 2, Charles Leclerc voor Ferrari naar de derde tijd. En wij op de laatste plek. Geen probleem, want we starten als laatste. Mede dankzij die gridschaf. En is het op naar de race voor aflevering nummer 27. Daar gaan we. It's time for the Italian Grand Prix once again here at the beloved and iconic Autodromo Nazionale di Monza.
with the lowest downforce and drag of any circuit in the season, expect to see drivers making the most of the slipstream effect here today. With top speeds up to 215 and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation of one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Norris, Sir Lewis Hamilton, and Ocon, Ricciardo, Mick Schumacher, Leclerc, and Daniel Tictum, Magnussen, Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Lance Stroll and Schwartzman, Russell, Albon, Guan Yu Zhou and Pierre Gasly, Richard Vasseur, Latifi, Tsunoda and the Professor. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Gewoon normaal en goed rijden, zegt... Ja, zegt Mark Brysteen niet, maar dat denk ik ervan. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab hier in Italië. Starten dus vanaf de laatste plek door gridstraffen. Maar goed, we schoten er eigenlijk toch niks meer op. Want we stonden als één na laatste op de grid officieel. Dus wij verliezen maar één plekje. Hopelijk kunnen wij ons naar voren vechten. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. En kijken hoe en wat kan Richard Vasseur in de Grote Prijs van Italië. Hopelijk kan hij met ons mee. Het zou heel vet zijn als dat gaat gebeuren. Dat gaan we zo meteen allemaal zien als zo meteen de lampen uitgaan voor de Grote Prijs van Italië. Wij zijn als laatste die in de gridslot mogen... En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 27 hier in Italië. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg, doen het voorzichtig aan. Want je weet maar nooit wat er zometeen gaat gebeuren in de eerste bocht. Latifi valt Tsunoda aan. Tsunoda kan nergens naartoe verschoren. Zit daar drie wijd tussen Zhou en Latifi. Kijken aan de buitenkant van Tsunoda lukt niet, want we rijden wat op het grind. Hebben Tsunoda ook geraakt overigens. Ik weet niet wanneer het is gebeurd, ik denk zojuist. Maar goed, laatste plek nog steeds in de openingsronde. En Tsunoda zit daar een beetje klemmen, wij kunnen daar kijken aan de buitenkant. Jazeker, en dat is P21, de volgende heet dan Guan Yu Zhou. We hebben Tsunoda al twee keer geraakt deze race. En dan zitten we in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als we het daar dan gaan proberen bij Zhou. Lukt niet. Wielen raken elkaar. Zhou komt daar op dat broodje terecht. En wij kunnen daarvan profiteren. En het is P20. Twee posities gepakt in twee rondes tijd. Goed hoor. Nu op naar Nicola Latifi. Daar helaas een klein foutje op de exit. En Guan Yu Zhou kan kijken. Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda. Wordt hier een drag race. Wij rijden met de Honda motor. En schieten hier wat door bij de laatste bocht. Toucheren daar Zhou helaas. Maar kunnen terugkomen in de slipstream. En DRS is beschikbaar gesteld. Tsunoda blokkeren wij. Hij kan er niet langs. En... Zhou remt als laat, maar wij sturen later in.
zitten we nog steeds in de derde ronde van de race als het daar geel is. Want Verstappen is hem verloren. Max Verstappen is hem kwijt. En hij rijdt weer gelukkig, maar wel op de laatste plek terwijl het daar geel is. We mochten Albon niet inhalen. Maar gek dat wij geen straf krijgen voor de inhaalactie op Latifi. Terwijl Sainz uitgevallen is en wij verliezen daar bijna de auto. Allemaal heel hectisch, drie dik hier op het rechte stuk staat de finish. Wie wint dat? Dat winnen wij. We hebben meer topsnelheid dan de Mercedes motor. We remmen ook als laatste, maar het is daar nog steeds drie dik. In de eerste bocht lukt dat. Dat lukt niet, want we raken iemand en gaan naar het grind in en verliezen twee posities in één bocht. Jammer. Heel erg jammer. Tsunoda zit nu achter ons. Kan hij er voorbij? Aan de binnenkant. Nee, maar we raken elkaar wel. En hier kan Tsunoda profiteren. Verstappen zit ook al gelijk te kijken. Hebben zometeen ook DRS van Tsunoda. Verstappen heeft ook DRS van ons. Dat wordt hier zometeen drie dik. Verstappen kijkt, maar wordt geblokkeerd door Tsunoda. Tsunoda blokkeert Max. En wij pakken P19 weer terug. Herhaling van Carlos Sainz. En een ploffende Ferrari motor in Ferrariland. Dat wil je niet. En dat is jammer voor de Spanjaard. Moet daar even oppassen voor andere mederijders. En wij haalden daar Albon in. Onder geel. Maar gek dat wij niks voor Latifi krijgen. Want die hadden wij ook ingehaald onder geel. Maar blijkbaar vindt de FIA dat niks. Mooi, mij hoor je niet klagen. Zitten we in ronde nummer 5 als daar Verstappen ons voorbij raast. Met DRS. We kunnen misschien terugkomen. Nee, want Verstappen doet dit heel slim. Parkeert hem op de apex en wij moeten hier een escape route nemen. En Verstappen is definitief aan ons voorbij. Nu hebben wij Yuki Tsunoda weer achter ons. En zometeen wordt dat interessant met dat DRS-stuk. Gat naar Max is 16e. Sorry, 18e. Dus wij hebben zometeen weer DRS van onze landgenoot. Maar laat maar, het is al een seconde geworden. Dus die DRS, die werkt niet. En voelen de druk van Yuki Tsunoda. Die kan niet kijken aan de buitenkant. Hij is er voorbij. Nee, nog niet. Nog niet. En nog 22 rondes te gaan in de race. Dus nog een lange wedstrijd. Er kan nog van alles gaan gebeuren, dus wees niet getreurd, denk ik. Charles Leclerc zet de snelste race onder neer. Wij gaan verdedigen van Yuki Tsunoda. En Verstappen heeft Guanyu Zhou ingehaald voor P18. Sainz dus uitvallig nummer 1 in de race. En dit keer zit Tsunoda er echt naast, maar... Oh, wij hebben DRS. Wij hebben DRS. Oké, mooi, dat weten we dat. Dan weet ik dat. En ja, het is ook het P20. En dan zitten we in ronde nummer 9 van de race. Iedereen rijdt nog die er hoort te rijden. Safety car op de baan geroepen. Vanwege veel rotzooi op het circuit. Maar ik weet niet wie er is gecrashed. Iedereen rijdt gewoon. En heel veel mensen duiken naar binnen. En dat doen wij dus ook. We gaan onder deze safety car naar binnen. Dat scheelt ons ongeveer, wat is het, 10 seconden aan pitstoptijd. Een pitstop duurt hier ongeveer 22 seconden. Dat gaat met de safety car, wordt dat verminderd naar 12, 13 seconden. En kunnen eigenlijk gewoon vol stampen. Waarom? De delta is gewoon nog groen. En verschoor naar binnen gedoken.
Wij dus ook naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band. En iedereen gaat denk ik naar de harde band. Dus dat wordt leuk. We moeten nou wel wachten omdat het team niet klaar stond vanwege Verschoor die daar net vertrok. 2.8. We mogen niet klagen. En komen mooi voor Tsunoda weer het asfalt op in ronde nummer 10. Nog 17 rondes te gaan, dus het schiet al aardig op. En kunnen nu aansluiten bij Alexander Albon. En hopelijk dat wij een goede herstart hebben. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. En misschien kunnen we een aantal posities meenemen aan het einde van de race. Die herstart die komt er, want in ronde nummer 11, een ronde later, duikt de safety car naar binnen. En mag Perez het tempo gaan bepalen in de race. Wij moeten wakker blijven voor Yuki Tsunoda. En Albon rijdt al gelijk van ons weg. Heeft meer topsnelheid denk ik. Gooi je onze overtake nog aan, Tsunoda kan niet aanvallen. En wij maken daar een divebomb, Albon. Doet dit een beetje gevaarlijk. Drie dik hier tussen Gasly, Latifi en mijzelf. We moeten hier niet weer dezelfde fout maken. Doen we ook niet. En dat is P17. Maar Albon bewoog daar heel erg laat. Gelukkig hadden wij het gezien. Anders waren wij er vol bovenop geknald. En Latifi aan de buitenkant. Dat lukt. Maar we moeten daar even oppassen vanwege Lance Stroll. Niemand en niks geraakt. En Latifi weer voorbij gelaten. Ik weet niet of dat ook wel de bedoeling was. Maar goed, je weet maar nooit wat de FIA zegt. Banden zijn nog niet op optimale temperatuur. En Albon zit te kijken in ronde nummer 12. Wij hebben hier slipstream van Latifi. Albon probeert het. Latifi zit klem tussen Stroll. En Stroll zakt verder terug. Twee posities verloren. Ronde nummer 13 is het. Latifi en Stroll knokken samen om P. Wat is het? 15. En wij proberen daar Latifi in te halen. Lukt dat? Jazeker. Dat is P16. De volgende heet dan Stroll. Aan de buitenkant kijken. Laten staan. We moeten daar helaas over. Wat is het? De hobbels. En dat is P15 in ronde nummer 13 van de race. Dan zitten we in ronde nummer 15 op positie nummer 15. Als we daar mijn teamgenoot Richard Verschoor hebben. DRS hier geopend, geen overtakeknop, want we hebben nauwelijks ERS weer over. Verschoor verdedigt die binnenkant. Remt heel laat. En raken elkaar daar een klein beetje. Ik wou terugkruisen, maar alleen Verschoor die parkeert hem mooi op de apex. En dus moeten wij even wachten voor een volgende aanval in de ronde nummer 16. Nog 11 rondes te gaan in de race. Hier kan dat helaas niet. Dan moet het zometeen op het rechte stuk gaan gebeuren. Uitkomen Lesmo 2. En nu de overtakeknop aanzetten. Of we kunnen er zometeen ook gewoon zo naartoe rijden met DRS. Verschoor heeft een betere exit. Verschoor verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. En dat is P14. Richard weet dat ook wel. Wij zijn sneller dan de rookie. Dan zitten we in ronde nummer 23. Als we eindelijk naar Robert Schwartzman zijn toegereden. Ronde nummer 24 moet ik eigenlijk zeggen. Daar vallen wij de Russische coureur aan. Lukt dat? Aan de buitenkant. Schwartzman blokkeert zijn linker voorband. Maar wij houden stand. En dat is P13. Verstappen deed dit overigens slim. Want die blokkeerde mij op de apex. En dat deed Schwartzman niet. Had hij eigenlijk gewoon moeten doen. En nu moeten wij verdedigen van Schwartzman. En dat lukt ook mooi. Mooie race tot nu toe, met veel acties op de baan. En soms een beetje chaotisch, maar goed, dat hoort er allemaal bij.
En Charles Leclerc gaat de race winnen. Schwarzman Albon probeerde het. Schwarzman zit te kijken. Charles Leclerc gaat hier de race winnen in Italië. Wat hij niet in real life heeft gelukt. Gedaan lukt het hem vandaag wel. Mooi voor hem. En daar zit nog even Albon te kijken. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Wij blokkeren hem daar mooi. Albon moet helaas opgeven. Wij pareren zijn aanvallen. En Charles Leclerc heeft Ferrari trots gemaakt. Mooi voor hem. Op naar de volgende race. There it is then, victory in the Italian Grand Prix, a historic race and an achievement they could be immensely proud of. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hier ben dan dus de race-uitslag. Charles Leclerc wint de grote prijs van Italië voor Ferrari. Pakt ook snel de race op punt Perez naar P2, Alonso naar P3. En Charles Leclerc krijgt ook driver of the day. Vertrok vanaf P9. Wij dus op een P13. Toch nog goed gedaan vanaf de laatste plek. Dus die grip penalty heeft eigenlijk niet zoveel gedaan. Maar hebben dus nu ook een versige motor voor de resterende races. Top. Sainz is uitgevallen. Alweer een uitvalbeurt voor de Spanjaard. Ja. Sainz is als enigste uitgevallen. Wij zakken terug tot een P10. Omdat Alonso wat meer punten heeft gehaald. Dan steeds 6 in het constructeurskampioenschap. Dus het loopt allemaal zoals het hoort te lopen. We hebben tenminste punten gepakt dit seizoen. Dat is het allerbelangrijkste namelijk. $452,400 binnengehaald door de sponsoren. Richard en ik hebben wat schade opgereden. Ik meer dan verschoor. 35k erbij. In totaal op de bank $6,47 miljoen. Doen we goed. Doen we echt heel goed. En nu moeten we alleen maar meer blijven sparen om de faciliteiten te kunnen upgraden en om een betere auto te maken in seizoen 3. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse Formule 1 content op zaterdag en zondag. Twee video's van F1 22 My Team Career Mode om 1 uur. Op zaterdag een video, op zondag een video. We gaan lekker met de abonnees. Dankjewel daarvoor. Laten we pushen naar die 150 abonnees. Het zou mooi zijn als we dat kunnen gaan halen. Het kan alleen maar met jullie hulp. Dus gewoon abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Kan je me altijd volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.